hele goede middag. Is dat middag? Ja, ik geloof dat het tot 12 uur is geweest. Dus. Maar Roy, het barakketje net binnengehaald. Die wou er weer in. Dus ja. En ik zeg een hele goede middag nogmaals. Ja, het is 4 minuten over 12. Het is de 13e vandaag. Mijn vriendin, mijn zusje, is vandaag jarig. Die heb ik vanochtend vroeg al gefeliciteerd. Want ik was vanochtend vroeg erop. Al uit, maar dat was heel vroeg, was ik weer uit. Ja, ik ben vroeg naar bed gegaan, was ik ook weer vroeg uit. Maar toen werd ik wakker, doordat ik last van mijn maag had. Ja. En dan ben ik even aan het inloggen op mijn pc. Dat moet ook gedaan worden, anders doet hij niks. Zo. Ja, ik deed het even met mijn vlogcamera. Toen zei mijn vlogcamera weer van, doet zo maar, mijn batterijtjes liggen. Dus gaan we weer eventjes vrolijk verder via de mobiel. Ja, dat... daar is die rode rakker. Ja. Die wou dus weer naar binnen toe. Nou ja, kan toch. En mijn pc die doet het ook weer. Mooi, dan kunnen we straks even verder. En... ik zal kijken of ik hem kan draaien. Ja. Ja, en dan is het afwachten. Nee, ik moet vanmiddag moet ik dus weg. Voor mijn longen. Ik weet niet of ik jullie mee kan nemen. Want ja, ik word gebracht. Er gaat iemand met me mee. Mijn pb'ster. Die gaat met de auto. Dus ja, dan hoef ik niet met de scootmobiel heel eind. Want het is... ergens in een andere week. Normaal vlieg ik stad en land wel af, maar ja, omdat zij vanmiddag komt en ik moest ook vanmiddag daar naartoe. Dus ja, maak je van twee afspraken één afspraak. Ja toch? En waar ga je anders een pb'je voor? Ja, simpel hoor. Dat zullen we zien wat bij longinhoud nog goed is. Ja, ik hoop van wel. Maar bij tijd en wijle denk ik, nou, er mag wel even wat meer bij. Ja. Maar we merken het wel. En dat is dan vooral als ik die trap oploop, hè? Ja. Maar ja, ik wil ook de trap als trollift nog niet gebruiken. Mijn benen doen er nog verder. Dus ja. Het is gewoon blijven doorgaan. Ja. Gewoon door blijven gaan. Net zoals ieder ander doen we dat gewoon. Simpel. Dat ik zou nou zeggen, ik wens jullie allemaal een hele mooie zonnige zondag. Ja hoor, dinsdagmiddag komt de mond. Ja, die laat me even schrikken, die wil naar binnen. Dus ik was gelijk van mijn apropos. Ja, loopt hij weer weg. Kom dan. Kom maar. Goed zo. Ja, dat... een hele fijne zonnige dinsdagmiddag, want het zonnetje schijnt en de lucht is blauw. Ja, strak blauw. Ik zie niet een wolkje. Nee, niet, ja, strak blauw. Die zitten weer van die veren in, maar die zijn amper te zien. Zo uit elkaar gewaard zijn ze. Ja, dus heerlijk. Nou ja, zometeen komt mijn huishoudelijke hulp. Die zou gisteren komen, maar die belde gisteren af omdat ze niet in orde was. Ja, zo blijf je heen en weer gaan, hè. Leuk is dat. Maar in ieder geval, die komt zometeen om 12:30, 13:15, zoiets. En dan... en om 2:30 dan mijn pb'ster. En dan de andere kant. Maar ik zie jullie vandaag vanzelf alweer terug. Dat ik zou zeggen... tot later is op deze dag, op deze prachtige mooie dag. Doei doei. Ja, dat ik bezoek krijg weten we wel. Miauw, miauw. Hou graag weg, weg, weg. Oh ja? Oh ja, is het zo? Oh, dat wist ik nog niet. Nee, mijn prinsesje, dat wist ik nog niet. Hé? Had je te vertellen dan? Laten we door te vertellen. Hé? Meisje,
praatje te vertellen. Hm? Oh, meisje toch. Hé? Oh, gosje toch. Ja. Ja, en dan gaan we zo meteen naar bedje toe, hè. Ja. Ja. En die ligt ook al lekker lang uit. Ja. Mal hondje, hè. Zoek zo'n lekker ding, hè. Ja. Zoek zo'n lieve kereltje. Ja, hè. Oh, gosje toch, hè. Zo blij, hè. Is blij, hè. Ja, hè. Is lief, hè. Oh, zo lief, ja. Als je lief met hem praat, nou, dan gaat het staartje wel, hè. Ja. Of niet dan, schat? Ja. En dan gaat het staartje wel, hè. Kwispel de kwispel de kwispel. Ja. Ja, wat is het, miauw, miauw? Mrauw, mrauw. Mrauw? Mrauw? Nou, niet meer mrauw? Hé? Koek, koek. Mrauw. Ja, lieve vrienden. We gaan weer naar bedje toe, ja. Want het bedje komt niet naar mij. En ik ben moe, ben geradberaakt. Ik hoop dat ik tenminste wel weer kan slapen. En dat ik niet om een achtelijke tijd rond een uur of 3, 4 weer wakker word. Want daar heb ik geen zin in. Nee, ik wil een keer een fatsoenlijke, langere nacht draaien. Dat ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie droom en godzegen. En gezond weer op. En graag tot morgen. Doeg. Goedemorgen, prinsesje. Hoi, hoi. En daar is mijn andere meisje, hè? Zoek een prinsesje, ja. Ja, mijn hondje is buiten. Dus ja, en het is even zien. Op mijn horloge is het 9:35 en het is woensdag de 14e, dus allemaal een happy Valentine Day. Ja, ja, dat ja, voor mij een rotdag, want vorig jaar gaf ik mijn mannetje nog een hele grote kaart. Met die tekst. Er staat ook nog heel wat in. Ja. Aan de vast voorgedrekte tekst. Wat echt op ons vloog. En nog eigenlijk. Maar ja. Jullie weten het verhaal, hè. Mag ik er even doen, meisje? Dankjewel. Dat, en vandaag had er vanochtend vroeg een vlog online moeten komen. Maar één groot probleem. Mijn computer crashte vannacht. En toen kon ik helemaal opnieuw gaan beginnen. Met die film weer in elkaar te zetten. Althans, niet zelf, maar die machine, hoe heet dat ding? Ik vergeet het steeds weer, hè. Die videopad, die was bezig. En die stond zo'n beetje op 35% dat hij gedaan had. Maar ja, vergeet, want mijn computer crashte. En kon ik dus weer opnieuw beginnen. En dat heb ik nog voor 12 gedaan, maar hij is nog bezig. Ja, dat ik baal daarvan. En deze ja, vlog komt natuurlijk nog later. Ja! En dan moet ik weer naar de deur, want die rode rakker wil naar binnen. Komt maar. En mijn hondje is ook dus binnen. Hé, ook goeiemiddag. Oh nee, goeieochtend. Ik ben mijn middag. Goeieochtend, hè? Ja. Ja, mijn pb'er komt zo meteen weer. Die 2 keer in de week komt. Ja, ja. En mijn water heeft gekookt.
Dus we gaan even water inschenken. Ubbelubbelda. Moet uitkijken met die kook, want die heb ik weer vast moeten lijmen. Met scrondellijm, ik hoop dat hij dat houdt. Hij laat iedere keer hier los. Schroefje is al met lijm vastgezet, dat heeft het lang gedaan. Mijn oom schoot hij maandag weer los. En dan heb ik hier mijn lijm tussen gedaan. Ik wil eigenlijk een waterkoker hebben. Ja, dat het handvat en de schenktuit één geheel is met de koker. Maar die zijn nog heel weinig te vinden. Maar ik heb nog wel één. Maar die doet het niet meer. Maar ik heb de waterkoker behouden. Nou, het ziet er niet uit. Het is een oud wel. Maar die is van mijn mannetje geweest. Daar is de tuut dus heel van. Ja, maar hij blijft hier ook vastzitten. Want er zitten tenminste lange schroeven in. Daarin, die zwarte, zit niet in. Nee. Dat ik heb met deze nooit geen probleem gehad. Ja, totdat hij zei van, je doet het ook zelf maar. Ik doe het niet meer. Mijn motortje is stuk. Hé? Ja nou? Ja nou? Of niet dan? Ja, en dat zal ik zien. Hij was dus van mijn man. En wanneer begaf dat ding het? Dat mijn man hier opgebaard stond. Hoe gek kan je het hebben, hè? Ja. Mijn man die wist altijd een oplossing. Die maakte hier zelf dingen, maar... Daar kan ik toch niet aan beginnen. Nee. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zie dat ik ook weer een plant water moet geven. Dat is de enigste echte plant die ik heb. Dat is dat gekke ding. Oké, hij is al mooi hoor. Ik heb hem van de kerk gekregen toen ik zo ziek was. Nou toch lief, maar het plantje begint weer te hangen. Dus even onder de kraan en klaar. Dat ik zou zeggen, vrienden, hele lieve vrienden. Een hele, hele mooie... liefdevolle Valentijnsdag nog een keertje vanaf mij en de beestenboel toegewenst. Geniet van elkaar en geniet van de liefde, maar niet alleen nog vandaag, maar ook morgen, overmorgen, de toekomende weken, de toekomende dagen, de toekomende jaren, ga zo maar door. Hou van elkaar, wees lief voor elkaar, ook als je een vreemde tegenkomt. Ga niet op de vuist. Maar geef elkaar de hand. Juist. Dat is een boodschap die ik voor jullie leven mee wil geven. Ook voor de jeugd. Ga niet meppen. Ga niet in andermans leven verroeten. Nee. Wat geweest is, is geweest. Kijk naar nu. Kijk naar het heden. Kijk naar vandaag. Kijk naar de toekomst. Geef elkaar de hand. En ga niet op de vuist. Niet woordelijk, maar ook niet lijfelijk. Neem dit ter harte van mij aan. Nou, lieve vrienden, tot vanmiddag. En geniet. Hé, meisje. Hé, mijn meisje. Hallo. Wat is zo'n buiten kijken? Hé? Een hele goede avond, hè. Ja, het is nog steeds woensdagavond. Ja, het is nog steeds ook de 14e, nog steeds Valentijnsdag. Het is 1 minuut over 7:30. Ik ben met mijn eten bezig. Ik heb al een wijntje ingeschonken. En dan ga ik zo nog koffie even maken. Dat ik zo mijn kopje even halen. Die staat nog op de salontafel, dus ja, dat... Maar het komt goed. Mijn hondje heeft al gegeten. Dus ja, dan valt het allemaal mee, hè. Dat... Ja, leuk is dat. Ik zie mijzelf in de camera... In het keukenraam. De weerspiegeling. Hoe doe je dat? Ja, wel even leuk. Ja, dat ik ga dus even mijn water opzetten. En want ik moet mijn kaassausje nog even roeren voor, over de groenten.
En ja, dan heb ik dus nog een, eventjes een hoop te eten. Spertjeboontjes. Dat is mijn kaassausje en een stukje vlees erbij. Dus lekker, lekker, lekker. Wat ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En tot later. Vandaag kom ik nog even terug om wat rust te wensen. Want dat doen we nog even. Maar nu, geniet van je avond. Wees lief voor elkaar. En ja, maak er een feestje van, zou ik zeggen. Tot later. Een hele goede morgen, mijn diertjes. Allemaal in huis. Ja, ze zijn er allemaal. En het is gelukkig voor mij weer 15 februari. Een dag na Valentijnsdag. Nou, die had het voor mij niet hoeven te wezen. Nee, en het is nu dus de 15e en het is 10:44, bijna 10:45. Ik heb bovenal heel wat werk gedaan. Ik ben met de wasgoed bezig geweest. De wasmachine draait, de wasdroger draait. Nou, ben ik gewassen en aangekleed en netjes opgemaakt en al. En ik heb nog wat gevonden wat met vroeger te maken heeft. Maar wel een leuke periode van vroeger. Ik was het even op aanrecht. Ik sta wel wat anders. Ik moet zo meteen de vaatwasser nog even doen. Maar dit is van mijn zoon Harriet van der Werf en mij geweest. Ja, en wat staat daarin? Nou, allemaal liederen. Die, want hij komt, tenminste of hij het nog kan, het zal haast wel, hè, meestal verleer het niet, nee. Maar een land van duizend meningen. Het land van nuchterheid, met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land was van betutteling, geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet en fiets. Een fiets staat nergens veilig. Kennen we dat niet nog? En het refrein, 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Ik denk dat jullie dat wel kunnen. En zo staan er nog veel meer liederen in, hè? Ja, dat een dag uit duizend dromen, weet ik veel. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Nou ja, meisjes met rode haren, wie kent die niet? Ja, meisjes met rode haren. Dat zong ik dus samen met mijn zoon. Mijn zoon die kon gitaar spelen, piano spelen, orgel spelen, zingen. Hij kon, dat kon die allemaal. Of Harriet van der Werf dat nog doet, thuis, weet ik niet. Ik weet wel dat hij dus ook vlogt, dus jullie kunnen ook naar zijn kanaal. En heb ook nog een kanaaltje apart voor scholen, weet ik veel. Dat gaat dan over Second Life. Dus ga dan ook eens even opzoeken. Wie weet. En dan mijn dochter, hè, Karin van der Werf, die kennen jullie ook. Ja. Vloggen met Ella. De Hummeltjes. Ja, de Hummeltjes hebben we ook nog. En dat allemaal zo uit mijn hoofd. Hè. Ik ken ze niet allemaal van naam, jongens. Nee. Zo goed ben ik nou ook niet. Maar dan moet ik bij de pc zitten en dat zit ik nou nog niet. En ik zal het eens een keertje gaan doen. En misschien dat ik het dan live ga doen, ik weet het nog niet. Maar dan moet ik ook daar weer helder wezen. En andere week is het een rot week voor mij, dus ja. Sowieso is het een hele rot maand voor Eka. Ja. Mijn lieve vrienden, ik wens jullie een genoeglijke, gezellige, liefdevolle dag toe. Het regent hier, het is iets nat en koud. Ja. Dus ik zou zeggen, het gaat jullie goed en ik zie jullie vanmiddag wel weer. Toeliedokies. Ja, het waren we er weer eventjes. Ik heb de boel spiegeltje, je kan je erin spiegelen, ja. Het is weer netjes. Het staat allemaal in de vaatwasser, maar ik doe hem nog niet aan, nee.
Want er wordt sowieso, mijn huishoudelijke hulp komt, die drinkt ook koffie of thee. Maar haar kopjes in ieder geval schoon voor de koffie. Wilse thee is er ook wel een beker. Dus ja, en ik maak nog weer even een bakje koffie, want ik ben nog helemaal koffieluid. Dus een bakje koffie erbij. En dan gaan we richting de computer brengen. En dan moet ik nog een tasje uitzoeken, want er zitten nog wat spulletjes in. En mijn telefoon zit er nog in. En dus ja. En mijn hondje kwispelt al. Hé, jij nou? Kwispel de kwispel in? Ja, ja. Dus ja, dan hebben we weer het een en het ander te doen. Even zien, ik had sloopjes voor haar. Als je dat wilt hebben, dat is mijn mobiel. Kijken hoeveel die nog vol is. En de batterij, ja, daar moet input in. Daar moet input in, zeggen we dan. Zo. Ja, hé? Ja nou, had je ook wat te vertellen? Had je ook wat te vertellen dan? Hé? Ja? Ach, goeie toch. Ach, goeie toch, hè? Ja. En dat, nou, ik had dus twee sloopjes. Ik had nog handdoekjes, maar die moeten in mijn eigen la. Want dat is van mijn man zijn computer. Als daar weer een schoon op moet. En die moet inderdaad bijna weer een schoon op. Ja. Dus dan leg ik ze even hierin neer. En ik moet ze een ander plekje geven. Want anders worden ze ergens voor gebruikt. En dat moet niet. Nee. Het zijn van die eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen, gastenhanddoekjes, gastendoekjes. Van die kleintjes. Nou, en die had hij er altijd overheen leggen als bescherming. Ja, en dat blijf ik ook doen. Blijf het gewoon doen. Ja hoor, simpel. En dat is mijn kruik, omdat ik zo last van koude voeten heb. Hij is nog warm, kun je nagaan. Dus gaat er iedere avond momenteel een kruikje mee. Ja, lekker voor mijn voeten. Dus ja, dan ben je zo een beetje bezig. En het regent nog steeds. En ik hoop dat het opknapt, want als mijn huishoudelijke hulp weer weg is, dan moet ik nog boodschappen zien te doen, want morgen komt ook mijn vriendin, mijn zusje. Ik ga mijn zusje zeggen, veel beter, ja. Mijn zusje, het is niet mijn echte, hè. Ik was enigsmeid, maar het is voor mij als een zusje. Ik heb er nog één, dat is ook voor mij als een zusje. Maar die komt wat minder vaak, omdat ze in dezelfde problemen zit dan ik. We steunen elkaar telefonisch of even op Facebook. Ze woont wel hier dichtbij, maar ze wil momenteel even op zichzelf zitten. Dus ja, logisch. Ik eigenlijk ook. Maar ja. Maar in ieder geval, die komt morgen weer. Blijft er eten. Dan heb ik een weekend rust, hoop ik. Ik hoop dat het knap weer is. Dat ik zondag in ieder geval even naar de kerk toe kan ook. Ook de temperaturen moeten goed zijn. En wie weet kan ik eens een keer even een toertje maken. Even, want dinsdag wordt het ook weer een hele zware beladen dag. Maandag ook, want maandag komt mijn zwager. Komt ook mijn zusje weer. Dinsdag hebben we uitstrooiing van het as van mijn liefhebbende schoonmoeder. Ook wat een zusje voor mij wordt. Qua leeftijd kon het gewoon niet. Konden we geen schoonmoeder en schoondochter zijn, laat ik het zo zeggen. Omdat mijn mannetje, die was wat jonger dan ik was. Ik ben nu 60. Mijn schoonmoeder is 73 geworden. Dus 13 jaar verschil. Dus ja, wat is 13 jaar? Niks. Op een leven is dat niks. Nee. Wie weet, hè, ben ik de volgende. Maar daar gaan we niet vanuit. Nee. We gaan gewoon lekker door. En mijn longen waren goed, dus dat hadden we. Wanneer hadden we dat? Dinsdag hadden we dat. Ja, die waren goed. Nou, dan moet dit de huishoudelijke hulp maar uitzoeken. Misschien dat ze hier wat aan heeft voor haar kindertjes. Nou, dan leg ik dat op, die slopen. Mag zij ook hebben als ze gebruiken kan.
Nou, die moet ik maar ook zien op te ruimen. Ik weet helemaal niet waar. Maar ik vind, ik wil gewoon eventjes erbij bij mijn computer houden. Dus ja, ik weet het even nog niet. Ik denk dat ik hem tussen de computer en mijn bureau even inzet. Ik denk hem zo pakken. Kijk, daar staat hij. Kan ik hem zien, die map? Ja. Dus, nou. En dan gaan we een bakje koffie doen. En even... Ik moet met een sleutelhanger aan de gang. Ik moet met gedichten nog uitprinten voor het zover is. Ik heb nog een hoop te doen en te regelen voor mijn schoonmoeder voor de as uit te strooien. Ik heb al gedichten gemaakt. Die ga ik eentje hier thuis opdragen, eentje bij de uitstrooiing. En dan die moet ik even uitprinten. Ik moet nog een sleutelhanger voor mijn zwager klaarmaken. Want ik heb er alleen een, Karin heeft er al één. Ja, enkel die ligt nog hier, want Karin moet hem natuurlijk nog krijgen, hè. Ik zet jullie even neer. Even richting mijn scherm. En dan hoop ik dat jullie dat zien. Dat is mijn schoonmoeder. En dan is dit mijn mannetje. Dus, die zitten in een sleutelhanger. En dat vond ik zo leuk. Maar dan heb ik er nog eentje voor mijn zwager. En er zit nog gewoon een fotootje, gewoon een reclamefotootje in. Maar die moet dan rond. Nou ja, dat komt goed. Dus dat doe ik wel even voor hem. Komt allemaal wel goed. Dus ja, dan gaan we daar mee aan de gang zometeen. Ik ga eerst lekker van mijn koffie genieten. En ik... tot strakjes maar weer, hè. Ja, doei.